Sinds maart wordt de speelhuislaan gerenoveerd. De bedoeling is dat het gedeelte tussen de Belkrumweg en de Bakker en Rupweg er ongeveer hetzelfde uitkomt te zien als het gedeelte richting het NS-station. Onderdeel van de herinrichting is het planten van 68 bomen. En de eerste boom werd geplant door wethouder Eddie Furster. Ja, we zijn dus inderdaad nu in de Watertoren, vlakbij de plek waar we net een boom hebben geplant. En dat is eigenlijk een onderdeel van heel veel bomen die we hier gaan planten. Wat je ziet is dat we natuurlijk met het haveneiland hier in het havenkwartier hele toffe dingen gaan ontwikkelen. En dat betekent dat je moet beginnen met de buitenruimte om echt te zorgen dat het hier mooi uit gaat zien. En eigenlijk zie je hier in die buitenruimte al een beetje hoe het straks gaat worden. Nou, en dan zorgen we ervoor dat met een hele mooie rij bomen, dat het op het gebied van groen echt een impuls gaat krijgen. Uiteindelijk moet er in het gebied als onderdeel van het project De Strip zo'n 650 woningen gerealiseerd worden. Daarmee zou dit gedeelte van de stad zowel levendiger als groener gemaakt moeten worden. Wat we afgelopen maanden hebben gedaan is eigenlijk ervoor gezorgd dat we hier nu die bomen kunnen planten. Dus misschien ken je de speelhuislaan al wel, maar staat bekend om een enorme rij aan bomen. En wat we hier aan het doen zijn is eigenlijk te zorgen dat dat verlengd wordt. Dus straks kan je echt vanaf het station, eigenlijk vanaf die speelhuislaan, in één rits doorlopen. En zie je eigenlijk de toekomst van de stad hier al in de buitenruimte ontstaan. Nou ja, dat betekent dat ze nog meer plekken hebben om lekker rond te lopen. Nu is het vrij koud en moesten we net in de regen de boom planten. Maar straks in de lente, dan wil iedereen weer lekker naar buiten en rondjes lopen. En dat kun je dan hier echt doen met heel veel groen. En dat vinden mensen heel erg prettig.